Wij zien in real time op de televisie de vernietiging van een volk. In real time, 33 dagen aan een stuk, dag na dag, uur na uur. En terwijl die vernietiging gebeurt, zegt u deze week, begin van deze week, ons land gaat geen kant kiezen. En ik vind dat niet te begrijpen. Ik vind het niet te begrijpen dat er vluchtelingenkampen worden gebombardeerd, dat er ziekenhuizen worden gebombardeerd, dat er scholen, crèches, kerken, moskeeën worden gebombardeerd, alleen maar omdat het Palestijnen zijn en dat in die catastrofe onze regering geen kant kiest. Wie geen kant kiest, kiest de kant van de oorlog. Wie geen kant kiest, laat deze vernietiging verder duren. 105 Palestijnse kinderen worden elk uur gedood. 5 per uur. En de klok tikt ongenadig verder. Gaza is running out of time. En dus mijn vraag aan u is, waarom roept onze regering de Belgische ambassadeur niet terug uit Israël? Waarom dringt onze regering er niet op aan dat het associatieverdrag tussen Europa en Israël wordt opgeschort? Waarom steunt ons land de oproep niet om Netanyahu voor het internationaal strafhof in Den Haag te brengen wegens oorlogsmisdaden? Want wij hebben nu een oproep voor het staakt het vuren nodig, meneer de minister. Het is goed dat er een aantal regeringspartijen vandaag in de pers onder druk van de publieke opinie een aantal maatregelen voorstellen, maar het moet niet alleen de partijen zijn. De regering zelf van ons land, van België, zou een signaal internationaal moeten uitsturen, beste premier. APPLAUS.